it all hurt me. Hoi allemaal, welkom bij de vijfde aflevering van Coco Verhuist alweer. En in deze aflevering weet ik nog niet precies wat er allemaal gaat komen. Misschien zie je in deze aflevering wel al dat ik Coco ga verhuizen. Als je nog niet weet waarom Coco gaat verhuizen en waarheen hij gaat verhuizen, moet je even de vorige video kijken. Vandaag heb ik een paar voorbereidingen gedaan voor het verhuizen van Coco. Want op die stal heb je weer andere dingen nodig dan op de stal waar hij nu nog staat. Ja, ik praat tegen de camera. Je moet daar je voer klaarleggen. En dan wordt het door middel van voerbeurten gegeven. Ik heb dus drie dingen gekocht en dat laat ik even zien. Ik heb een hele grote liksteen. Zo'n Himalaya zoutliksteen. Want dat verveelt hij zich niet op stal. En twee hooinetten. En het zijn niet echt speciale hooinetten. Kijk hoor. Kijk, dit. Want ik heb natuurlijk ook gewoon. Ik heb ook een ander hooinet. Ik weet niet of jullie weten welke ik bedoel. Maar het is dat hooinet, die groene. Met blauw volgens mij, of rood. En daar zit altijd een bal in. Maar ik heb deze. En deze. Sorry, mijn camera stopt de hele tijd met filmen. Maar wat ik nog wilde zeggen was dat deze van QAP zijn. En dat ze €6,25 zijn. En de liksteen was €5,50 als ik het goed heb. En ik heb het gekocht bij Bots Diervoeders. En dit is het enige wat ik nog nodig had, denk ik, op stal. En anders kom ik daar zelf van achter als ik nog wat ben vergeten. Ja, dan sluit ik het voor nu wel eventjes af. En dan zien jullie waarschijnlijk in het volgende beeld dat ik Coco ga verplaatsen. Hoi. We gaan nu naar Coco toe rijden. En dan gaan we de spullen die bij Coco staan in de auto zetten. En dan ga ik met mijn zus lopen naar de stal naar Ravi. Met Coco. En ja, dan komt mijn moeder daarna erheen met mijn spullen allemaal. En je ziet het wel in de vlog allemaal. Nou, mijn spullen zitten erin. Echt veel. Nou, we zijn nu onderweg. We lopen net het erf af. En Coco is een beetje druk en hij wil niet stilstaan. Maar we gaan nu lopen. En mijn zus neemt de Silky mee achter zich aan. Hij is heel braaf. Zo, we zijn aangekomen bij Ravi. En Coco vindt het volgens mij wel leuk. En Ravi staat achter mijn zus. Even kijken, ze kunnen wel even ontmoeten. Kijk eens. Hij ziet hem niet volgens mij. Nou, we gaan even Coco in de logeerkraal zetten. Nou, dit wordt Coco's stal. Alleen hij kan er dan niet overheen kijken, maar daar ga ik nog wat op verzinnen. En daar staat Ravi dus. Dus eigenlijk tegenover Ravi. Ja. En hier staat de Silky, want die is ook mee. Hé man! Viespeuk. Viespeuk. Zo, hè? Ja. Hey, voel je gewoon dat je bent? Kijk, maar Silky staat nu hier binnen in een schuurtje, dus dat is fijn, dan blijft hij droog. Nou, Coco staat in zijn stal voor het eerst. Nou, het gaat helemaal prima hoor. Ik heb een echt vet grote stal voor hem, kijk maar. Het is echt groot. En buurman. Lief doen, hè? Goed zo. En ik ga nu nog even dit allemaal ophangen en klaarzetten en zo. En ik heb ook een kast gekregen en ik heb hem al ingeruimd. Ik laat het wel even zien.
kerk. Lekker vol. Maar deze past er niet in, dus die heb ik leeg gehaald. Maar ja, het gaat wel goed volgens mij. Kobi. Hij vindt het echt leuk. En ik heb echt zijn stal lekker vol gegooid met stro. Niet heel veel, want hij is niet echt groot, dus hij heeft niet veel nodig. En ja, dan ga ik even mijn hooinetten vullen daar met hooi. Want ik geef hem nu een lekker volle hooinet, gewoon omdat hij hier voor het eerst staat natuurlijk. En anders gaat hij misschien een beetje stressen. Hallo. Nou, ik ben alweer thuis zoals je ziet. Ja, de verhuizing is echt best wel goed gegaan. En Coco heeft het heel erg naar zijn zin gelukkig. En zoals je zelf hebt hij een best wel grote stal. Daar is hij ook best wel blij mee volgens mij. Want hij vond het echt heel leuk in zijn stal. Nu is het nog een beetje overleggen met wanneer Coco precies naar buiten gaat en zo. En met welke pony samen misschien. Want er zijn nog geen paddocks vrij nu. Ik ga gewoon morgen weer naar hem toe natuurlijk. En dan komt hij ook gewoon buiten. Met het verhuizen ging ik lopen met mijn zus. En mijn zus nam de Silky mee. De reden dat ik echt met mijn zus ging lopen. En dat we de Silky niet gewoon in de auto deden. Was omdat de Silky niet helemaal in de auto past. En omdat ik best wel eng vind als er vrachtwagens aankomen. Want dan rijden er best wel veel tractors en vrachtwagens. En Coco was daar best wel bang voor. Dus ja, daarom liep mijn zus ook mee. Want dan kon ze niet een beetje stoppen. Coco staat nu gewoon lekker in stal. En hij heeft, een lekker hooinet. Dus hij gaat zich niet vervelen. Hij heeft ook een liksteen en 3 speelballen in zijn stal liggen. Dus vervelen zal hij zich niet. En dit is weer de 1 na laatste aflevering van Coco Verhuist. De volgende aflevering wordt gewoon de eerste dag op de nieuwe stal bijvoorbeeld. Maar dan heb ik niks meer te vertellen. Dus dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat een leuke reactie achter. Want ik lees ze allemaal en ik reageer er vaak op. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doeg!